Zo, goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom en fijn dat jullie allemaal de moeite hebben genomen om bij ons vandaag digitaal online aanwezig te zijn. Bovenal is het een hartstikke feestelijke dag. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de reden dat ik hier sta. Oftewel Smart Industry. Er is een fantastisch inspiratiecentrum vandaag wordt geopend. En dat gaan we op een hele feestelijke manier doen. Nou, voordat ik ga vertellen wat we precies gaan doen die komende 70 minuten, zal ik eerst even mezelf voorstellen. Mijn naam is Helene Hendricks. We hebben zometeen een ronde tafelgesprek. Dat hadden we natuurlijk graag fysiek willen doen, maar zoals jullie weten gaat dat niet. En doen we dat op een digitale manier. 7 tafelgasten, die ga ik zo voorstellen. En als we dat hebben afgerond, dan gaan we natuurlijk naar die opening van dit inspiratiecentrum. Die ronde tafel, die ga ik eerst eens even voorstellen, want we hebben 7 gasten uitgenodigd. Maar we hebben onder andere Dirk de Beelden aan tafel. Hij is CEO van Siemens in Nederland, is natuurlijk een Belg van oorsprong. En ik weet, dat zie ik in alle interviews terug die ik heb gelezen, en er zijn er best wel wat, dat hij een verbinder is. Nou, hij zal ervoor moeten zorgen dat we vandaag verbonden blijven. Dan hebben we Ineke Desentier Hamming, voorzitter FME. We hebben Bas Schreuder, is verkoopdirecteur van Technische Unie en hij is voor Ajax. Dus hij heeft een ontzettend goede avond achter de rug gisteren. Dat geldt niet voor Mattie Hummeling, want die is namelijk FC Twente fan. Die had het iets zwaarder. Hij is voorzitter van VEDET en general manager van Eaton. We hebben Wim Pelsma aan tafel. Ik ga hem straks even vragen wat zijn favoriete muzieknummer is. Dat zal je misschien verbazen. Hij is in ieder geval CEO van Alberts. Doekle Terpstra. Ik ken hem als voorzitter, bondsvoorzitter van de Schaatsbond, maar hij is veel meer. Hij is namelijk ook voorzitter Techniek Nederland. En we hebben Judith Vermeulen. Ja, Judith Vermeulen is een van de topondernemsters, vrouwelijke topondernemsters van Nederland. En directeur van Vecon Besturingstechniek. Laten we eerst eens even beginnen. Ik zei al, het is een feestelijke dag, maar kun je eens precies uitleggen wat houdt Smart Industry nou precies in? Nou, Smart Industry, dat is eigenlijk dat je, je productie zo digitaliseert dat je eigenlijk maatwerkproductie kan maken tegen massagoedprijzen. Als ik het even helemaal kort uitleg. En het inspiratiecentrum is natuurlijk van belang en helpt daarbij. Doekle, ik ga even naar jou, want ik wil weten het belang van Smart Industry voor de Nederlandse technieksector. Kun je dat eens uitleggen, wat dat belang is? Nou, laat ik beginnen met op te merken dat ik het enthousiasme van Ineke niet kan overtreffen. Maar ik ben het er wel van harte mee eens. Ik denk dat de digitalisering volop doorgaat gaat. En dat betekent dat het voor de keten ontzettend belangrijk is om elkaar in de komende tijd te vinden. Dus vanuit de industrie, vanuit de toeleveranciers en de installateurs. Want data zou wel eens een keer de nieuwe olie kunnen zijn. Daar spreken we natuurlijk ook met veel gemak over. En het is van vitaal belang voor de economische ontwikkeling van Nederland. Hartstikke mooi. Judith, ik ga even naar jou. Jullie hebben ook een mooi motto bij jullie bedrijf en dat is ondernemen met impact. Kun je eens aangeven wat de impact is van Smart Industry? Nou, de impact is best groot. Ik denk dat het zelfs redelijk disruptief kan worden. Banen zullen echt veranderen en ook gaan verdwijnen. Hele verdienmodellen gaan ook op de schop. Ik denk dat we het klassieke model van materiaal, arbeid en opslag, dat is niet handhaafbaar voor in de concurrentiepositie van Nederland internationaal. Judith. We gaan terug naar Wim. Wat zou je nog heel graag willen aan Smart Industry in jouw organisatie? Nou, kijk, het is gewoon een trend, hè? Dus dat zet steeds meer door. Het is ook niet iets wat morgen helemaal verandert, maar je ziet dat het niet meer te stoppen is. Nou, wat ik denk wat heel belangrijk is dat je je personeel meeneemt. Kijk, we hebben het ook binnen de FME heel vaak gehad over zorg dat je goed opleidt. Zorg dat je technische mensen, ja, dat je de aandacht aan geeft. Nou, ook wat Judith net zei, zorg dat je toeleveranciers meegaan met die OEM'ers. Mattie, waar staat Nederland op het vlak van Smart Industry? Ja, als je het hebt over waar wij staan, ik denk dat wat Ineke ook al in het begin aangaf, is dat wij zeg maar de mogelijkheid hebben om in Europa vooraanstaand te worden als je het hebt over Smart Industry. Ja, want je hebt het over bewustwording, want je zegt 50% is ermee bekend. Dat betekent ook dat er 50% niet bekend is. Kun je met die bewustwording alleen en bijvoorbeeld met het inspiratiecentrum die andere 50% naar je toe trekken? Nou, daar kun je in ieder geval een start mee maken. Want wat je ziet is dat, wat je ook bij bedrijven tegenkomt, is de veranderingsgezindheid. Ik denk dat het ook een van de grotere uitdagingen is binnen de bedrijven zelf.
als je het hebt over implementatie van nieuwe processen. Ik vergelijk het ook een beetje in de periode waar we nu leven. Als je het hebt over de coronaperiode, heeft ons toch geleerd dat er nieuwe technieken zijn die ons meehelpen om zelfsoortige prestaties te halen. En zo geloof ik ook in de smart industrie, dat we die bewustwording op een veel hoger niveau moeten krijgen om ervoor te zorgen dat we ook daadwerkelijk in Europa nummer 1 worden als we het hebben over smart industrie. Vanuit economisch perspectief, maar ook vanuit circulariteit bijvoorbeeld. Ja, nou dat klinkt in ieder geval mooi. Matthew, we komen zo bij jou terug. We gaan eerst even naar Dirk. Want je hebt in Afrika gewerkt. Kun je eens vertellen hoe de smart industrie in Afrika eruit ziet? Dat zou ik heel moeilijk moeten zeggen, want vaak kijken we naar Afrika als een land, maar Afrika is geen land, hè. Afrika is een continent. Ja? Ja. Het zou hetzelfde zijn dat we zouden zeggen dat Spanje en Rusland hetzelfde is, omdat ze met elkaar per toeval door land verbonden zijn. Dus hoe het in heel Afrika is, dat durf ik niet te pretenderen. Maar in de gebieden die ik bezocht heb, hè, dat was dan voornamelijk Franstalig Afrika, kan ik wel zeggen dat het... Dat daar heel wat ontwikkeling gebeurt en dat het niet zal zijn zoals we het in Europa kennen. Uiteindelijk groeien wij organisch, hè. Is het evolutief, als ik het zo moet zeggen, terwijl in Afrika gaat het echt met grote stappen. Hè. Daar zien we dat ze een bepaalde heel oude technologie hebben, kijken naar trendsetters en dan voornamelijk naar Europa, hè, de gevolgen van koloniale gedachten. Vaak kijken ze naar Europa om te kijken wat is de toekomst en maken zij veel grotere stappen. Ja. Wat ik ook zie, is dat er echt wel een aantal heel innovatieve firma's zijn die daar aan het groeien is. En wat je daar hebt, is natuurlijk dat het jong kapitaal, als ik het zo moet zeggen, en dat bedoel ik niet met geld, maar aan mensen, is daar overweldigend. Ja. En die innovatiekracht wordt daar ook wel gepusht, ik zal maar zeggen, vanuit de overheid en vanuit het beleid. En dat is natuurlijk wel iets waar we dan als Nederland, hè, als ik het zo mag zeggen, ook Nederland heb leren kennen, die toch ook al zeer innovatief staat in de wereld, waar we ons tegen moeten wapenen of waarmee we dan in de wedren zijn, als ik het zo moet even zeggen. Dat is één. Twee, wat me ook verbaast is dat we vanuit Nederland ook naar Afrika kunnen kijken, want we weten dat het hele Afrikaanse continent een gigantische groeimarkt is. Ja, dat weten we gewoon. De wereldbevolking gaat daar explosief groeien. Bas, ik ga naar jou, want we hebben jou nog niet gehoord en ik moet eventjes zeggen, jij bent denk ik de meest trotse man hier, of niet? Nou, dat denk ik ook. Ik ben trots, maar ik denk dat wij als Technische Unie trots zijn. We zijn trots op de mensen die dit gezamenlijk met ons aan het openen zijn nu. Maar wat mij eigenlijk nog het meest streelt, zou ik zeggen, is hoe wij als Technische Unie gezamenlijk dit tot stand hebben gebracht met business segment, industrie, met inkoop, met marketing. Heel veel mensen hebben hier heel hard aan gewerkt. En daar ben ik trots op die samenwerking. Maar dit kunnen wij als Technische Unie natuurlijk helemaal niet in ons eentje organiseren. Daar hebben wij de ondersteuning van gevraagd, gekregen en aangeboden gekregen van onze partnerleveranciers. En die hebben hier echt heel flink aan bijgedragen om het inspiratiecentrum zoals het er nu staat zo op te leveren. Goed, ik wil jullie in ieder geval allemaal hartelijk bedanken. Fijn dat jullie aanwezig zijn en dat jullie kennis konden overbrengen. Blijf nog even bij ons. Ik zou zeggen, ga lekker achterover zitten, ga kijken en laat je verbazen en geniet. Hierbij opent het inspiratiecentrum Smart Industrie. De reis gaat hier beginnen langs de vier industriële revoluties en de uitdagingen die ons daarbij staan te wachten. Welkom in het inspiratiecentrum Smart Industrie. Welkom bij Technische Unie.